één, go. Proost, oh, oh. Moet ik zeggen. Wat? Ik dacht eigenlijk HT, jongens. Oké, jongens. Goedemorgen, jongens en meiden. En welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Het is vandaag weer een nieuwe dag. En vandaag... Oh, het wordt vandaag gewoon 25 graden. Goedemorgen. Wauw, het is op dit moment 17,5 graden. Dat geeft mijn auto nu aan zo te zien. Maar dat betekent dat het nog 7,5 graden warmer gaat worden vandaag. Oh, hij gaat nu zelfs 18 graden aangeven. Maar, een hele goede morgen dus nogmaals. Ik ga mijn auto even aan de kant zetten en dan ga ik een stukje lopen. Want ik kan dus mijn Ferrari ophalen hier weer in het dorp. Want die is dus APK gekeurd. En daar is alles gelukkig helemaal mee goed. Dus niks aan de hand. Zo, hij gaat naar 19 graden nu. Wow, oké, okay, dat gaat heel snel, dat verschil. Kijk, hij geeft nu al 19 graden aan. Nou, lekker. Ik denk dat ik gewoon te warm gekleed ben voor vandaag. Maar ja, ik ga dus even een klein stukje lekker lopen. Oh, telefoon valt uit mijn zak. Dat is niet handig. Hij doet het nog. Maar mijn andere auto die stond hier voor de deur. En de Ferrari moet natuurlijk in de garage naar binnen. En anders had het niet... gekund. Ja, kijk eens. Opgehaald en al. Zonnetje schijnt. Ja, het is wel echt een dag om eigenlijk met dit ding te rijden vandaag, hè? Daar is het eigenlijk wel echt voor gemaakt, deze auto. Om met lekker warm weer de deur uit te gaan. Zo, hij is wel een beetje smerig. Maar alles was gelukkig dus, zoals ik al zei, helemaal top. Alleen die ruit. Och, ja, hij verdient echt wel weer een schoonmaakbeurtje, denk ik, deze auto. Zo, we zetten hem wel even gewoon... lekker binnen. Misschien dat ik hem vandaag wel ga pakken. Lijkt me wel weer eens leuk. Kijk, raam dicht. Hop, sleutel uit. En ik zit ook nog allemaal waterflesjes die erin liggen, joh. Dat rolt allemaal door de auto en als je een klein beetje gas geeft. Die mag er ook allemaal eigenlijk wel uit. Er was wel één ding. Eén ding wat dus niet goed was aan de Ferrari. En dan mogen jullie 2 seconden bedenken wat het was. Nou, 1, 2. Ja, de kentekenplaat. Jongens, de politie zegt dus dat ik hem zo erop moet doen. Dat dit de enige reden is, of de enige manier is hoe hij erop mag. Maar de APK-keuring zei eigenlijk... Zo, wat zit hier trouwens? Oh, wow, dat was iets wits. Oké, de APK-keuring die zegt dus dat dit eigenlijk niet mag. Dus ik vroeg, wat is dan de oplossing? Zeiden ze, ja, dat moet je eventjes bespreken met de dealer. Maar, ja... Ondanks dat is hij dus wel door de APK gegaan. Dus dat is, kijk, het mag dus wel. Alleen ja, ze hebben die extra tape proberen op te plakken. Kijk hier, maar dat is alweer losgeraakt. Dus ja, je kan hem nog zo erop plakken. Maar het gaat los. Dus het is een beetje een gek verhaal. De politie zegt het ene en de APK zegt het andere. Dus de Ferrari staat weer mooi op zijn plek. En we maken hier gelijk even een tosti. Lynn heeft de kipfilet erop en ik heb alleen een tosti met kaas. Dus deze gaat mooi een beetje dicht, een beetje klein beetje aandrukken. Zo, en dat was straks lekker een ontbijtje. Tadaa! En volgens Lynn moet ik de tosti altijd zo klaarzetten. Want dan is hij dus, dan smaakt hij beter. Omdat dan ik heb geen idee waarom. Ik weet eigenlijk niet meer de reden. Waarom is die zo beter? De tosti gaat lekker naar binnen. Wat was nou ook weer de reden dat je het zeg maar als een torentje moest neerzetten? Goedemorgen trouwens. Dat het niet nat wordt. Niet nat? Nee, want dan wordt de tosti zacht. Oh. En knapperig. Oh, ik vind het juist lekker als die nat wordt. Als die nat wordt? Ja, ik vind het juist lekker als die een beetje sappig is. Jij niet? Jij lekker als die knapperig. Dan wordt hij helemaal zompig. Ja, dat vind ik juist lekker. Dan moet je hem wel neerleggen. Nou, als je van een natte tosti houdt, dan moet je hem wel neerleggen. En als je niet van een natte tosti houdt, dat hij meer knapperig is, dan moet je hem dus inderdaad in zo'n torentje neerzetten. Wij zijn de auto ingestapt, jongens. En we zijn al bijna op de locatie waar we moeten zijn. En dat is dus straks de Euromast. Want ik ga vandaag upseilen met Jelle, jongens. Kijk, de Euromast is hiervoor. En je ziet, nou ja, ik denk niet dat je het op camera ziet, maar je ziet de touwen al hangen. Dus ze gaan best wel heen en weer, zie ik. Maar vandaag is dus de eerste dag dat je dus weer kan opzeilen vanaf de Euromast. Het seizoen is dus weer geopend eigenlijk. En de Euromast had mij dus uitgenodigd om te komen opzeilen. Dus ik had gelijk Jelle geappt van, joh, lijkt het je leuk om mee te gaan? Dus ik ga straks samen met Jelle, als die op tijd is, gaan we dus opzeilen daar vanaf... Nou ja, het is echt heel hoog. Het is ook best wel eng. Maar ja, we gaan daar dus straks helemaal naar het topje. En dan ga je dus heel langzaam naar beneden. Dus ik ben benieuwd. We staan hier beneden te wachten op Jelle, jongens. En ja, Lynn gaat niet mee. Het is maar beter dat je ook niet meegaat misschien. Waarom?
Nou, omdat het best wel... het is echt, echt heel hoog. Maar dat vind ik niet eng. Nee? Nee, dat vind ik dan weer niet eng. Ja, er was helaas geen plek alleen voor Lin, jongens. Dus ik kan alleen maar jellen. Dus het is wel echt, echt een zieke plek als je zo naar boven kijkt. Maar wat ik al zei, het gaat best wel heen en weer, die touw, hè? Je kan het natuurlijk heel snel doen, maar je kan er ook heel lang over doen. Maar Jelle komt... Oh, ik zie hem al. Hij is er al bijna. Daar zijn ze, daar zijn ze. Zo, zenuwachtig, jongen. Ja, ik heb het nog nooit gedaan. Hè? Nee? Dus. Ja, het is wel echt lijf, hoor. Ik heb wel heel cool van, ik ga het doen, maar... Ja, ik heb het een keertje eerder gedaan. Het, ja, is wel echt, het is wel echt ziek. We staan in de lift. Daar komen we. Je bent zenuwachtig, hè? Ja. Hij probeert nog even... Je probeert de last minute even te switchen voor Bo. Jij moet mannelijkheid tonen. Durf jij niet? Ja, ik heb het pas in Spanje voor 3 meter hoog gedaan. Toen vond ik het ook één. Oh, je hebt al laatst geabseld? Ja, maar 3 meter. Ook oh, 3 meter maar. 3 meter, dit is 80 meter. Dit is, ja, dit is. Toen vond ik het hartstikke eng. Dat is mijn vernoemd in. Ik heb al van de waterval. Dat was heel eng. Nou, we gaan eruit hier. Je bent echt bang, hè? Maar ik durf echt niet meer. Ik heb al 4 keer een boog gevraagd of zij met mij. Heb je gezien hoe hoog dit is? Ja, hoe hoog is het? 100 meter. 100 meter? Ja. En hoe verzeker je mij dat ik veilig beneden kom? Dat gaan we allemaal uitleggen. Nee, komt helemaal goed, joh. Jelle is echt, echt scheidend. Hij is super. Maar kijk, ik snap het wel. Ik ga niet helemaal mijn camera overheen houden, maar dit is waar je straks eens overheen moet. Je zei wel volmondig ja gelijk. Omdat ik op de bank lag. Dat is leuk. Je wilde gelijk meedoen, zei je. Denk je ook, dat wil ik doen. Maar als je hierboven staat, denk ik, nee, man. Maar hey, ik heb het te bewijzen. Jullie mogen erbij komen staan. Oh, sorry. Hierboven zien jullie 3 lijnen hangen. Ik ga mijn camera achterlaten. De instructeur heeft een GoPro op, dus meiden, tot zo, busje. Komt goed. Ja, komt goed. Doei, doei. Ja, check geweest. Gio mag eerst. Het waait best wel hard. Dus ik ben benieuwd of dat ze heel hard beneden komen. Daar gaat ie, jongens. Oké, jongens. Oh, ik moet zeggen. Een boom. Ik gooi heel even een voice over, want ja, ik was natuurlijk helemaal niet bezig met de camera op dit moment. Ik was echt doodsbang dat er iets zou gebeuren, maar je ziet mij hier dus heel langzaam naar beneden gaan. En Jelle die staat aan de andere kant, maar het is echt dit stukje, dat je gewoon het stukje naar beneden moet, dat is echt het engst. Oh. Even van de 2 gaatjes. Nee, man. Door de wind is dit stuk een klein beetje onverstaanbaar geworden. Maar we proberen hier dus met iedereen Jelle te overtuigen dat hij gewoon moet gaan. Alleen Jelle durft echt niet. Ik probeer hier ook nog op hem in te praten van, yo, gewoon erin blijven hangen. Het komt goed. Ga gewoon. Waar zit je met je voeten nu dan? Het is echt gewoon het begin wat het engste stuk is bij abseilen. Hier er overheen gaan, proberen je voeten, nou ja, eigenlijk los te laten en te gaan hangen in dat touw. Dat is gewoon echt het engste stuk van dit. Nog iets verder. Nou, de knie gestrekt. Nog meer touw doorgeven, nog meer touw doorgeven. Klein beetje nog. En dan mag je nu een stapje zetten vlak onder het randje. Yes, heel goed. Andere voet ernaast. Knieën strekken en lekker touw door blijven geven. Dit was het engste stukje, man. Ja, man. Blijf het touw maar lekker doorgeven. Juist hem. Daar hangt hij, jongens. Hij ziet er wel gespannen uit. En je mag gewoon lekker touw doorgeven totdat je op de grond staat. Dan kom ik er zo aan. Oké, deze had niemand zien aankomen. Maar we zien hier gewoon Jelle. Hij doet het gewoon. Jelle, hij is echt zenuwachtig, maar echt, echt heel knap dat hij het toch heeft gedaan. Kijk, ze hangen dan. Ook dit hier. Kijk hoe gek het eruit is. Hoe je mij aan 1 draadje ziet hangen aan zo'n toren op 100 meter hoog. Dat ziet er echt heel eng uit. En Jelle, aan de andere kant. Ik denk dat de angst nu wel weg aan het zakken is. Ik tril helemaal voor Jelle gewoon. Nu is zielig. Zo, deze gaat wel snel. Je kan wel zien dat hij het vaker doet, hè? Ja, gaat lekker, man. Het is wel best zwaar. Ja, maar.
Waarom? Als je het zwaar vindt, kan je touw tussen je benen doen. Dan kan je met twee handen onder kan je wat touw doorgeven. Tussen de benen? Ja, kan wat makkelijker zijn. Ja, en nu touw doorgeven. We weten niet hoe dit moet, maar we zijn naar beneden gegaan. Bo, heb je nog tips voor hoe ik dit doe? Nee. Ja, jij bent... Nou, we zijn in ieder geval buiten. Oh. En... Oh, wow, ze hangen echt nog heel hoog. Ja. Huh? Oké, ze hangen echt nog heel hoog. In principe hadden we niet nu al naar buiten gehoeven. Nee. Oké, jongens, we zijn om het hoekje gaan zitten. Maar Gio hangt daarboven nog. Volgens mij zijn ze... Ze zijn wel al over de helft, hè? Ze waaien ook echt een beetje heen en weer. Ja, nou gaat het wel heel snel. Nou gaat het echt heel snel. En Jelle... Gio kijkt wel naar beneden, maar Jelle durft denk ik niet naar beneden te kijken. Maar hij gaat ook helemaal heen en weer. Ja, ze gaan echt heel erg heen en weer. Maar volgens mij zijn ze nu gewoon zichzelf los aan het laten, want het gaat echt heel snel. En we gaan weer bij de voice-over. Ja jongens, hey, Lynn heeft gewoon de vlog overgenomen. Dat is ook een van de eerste keren dat ze zelf de vlogcamera gepakt heeft en de vlog overneemt. Nou, we hangen hier heerlijk lekker aan een draadje. Nou, we hangen lekker jongens, de instructeur hangt boven ons. Het ziet er waarschijnlijk echt super lijp uit vanaf deze kant. Jelle gaat er snel door, want ja, maar ik vind het echt een gek voor, man. Ja, en wij gaan dus lekker langzaam naar beneden. Het is echt nog een stuk zwaarder dan je denkt, hoor. De hele tijd dat touw doorgeven, word je best wel een beetje moe van ook. Maar het uitzicht is prachtig. Alleen naar beneden kijken blijft wel echt eng. Daar hebben we nummer 1. En Gio, was het eng? Ik denk dat hij mij niet hoort, maar ja, hij is echt bij naar beneden. Hier staat de beste man om binnen te halen. Jelle hangt daar boven nog. Maar Jelle gaat goed. Jelle gaat goed. Oh, zo vermoeiend. Oh, joh. Zo. Oppas voor de achterkant heel heet. Oh, mijn armen. Oh, joh, joh. Zo, jij mocht spierpijn? Zo, niet normaal. Jelle hangt er nog, jongens. Die komt naar beneden. Jelle hangt daar boven nog, maar ik vind het wel knap dat hij iets gedaan heeft, want hij durfde echt niet. Ja, en daar komt Jelle ook. Kijk, vanaf deze hoogte ziet het er ook een stuk minder eng uit, maar ik denk dat als je vanaf hier valt, dat je het nog steeds niet overleeft, hoor. Het blijft wel echt een enge ervaring. Ja, Jelle is er ook bijna. Ik ga de vlog weer even aan jou overgeven. Yo, even klappen. Kom op, even met z'n allen. Wow. Yeah. Ik kom hier. Oh, maat. Lijf, hè? Oh. Yes, gast, ik... Op als broer, je kan heel heet zijn. Je armen, of niet? Wow, ik ben echt aan het... Oh, de instructeur wil nog verder beneden komen. Ik zat echt in een soort paniekaanval daarboven, hè? Ja? Ik durfde echt niet. Holy shit, oh, ik zit echt... Heerlijk. Lekker, hè? Wel ziek als dit gedaan. Zo, we zijn even in het café, we gaan even een drankje nemen. En? Je durfde echt niet, hè? Nee, ik wilde echt weg. Maar je hebt het wel gedaan, pik. Hey. Ja, dat wel. Lekker, ja, toch? Omdat ik niet echt het gevoel had dat ik een keuze had, omdat ik terugging. Er kwam allemaal personeel om je heen staan op een gegeven moment. Ja, ik zei, ik stond met één niet, want ik zei, nee, ik ga echt niet, man. Kom een tweede erbij. Nee, ik zei, ik ga echt niet, kom een derde erbij. Maar je zag mij hangen, toen dacht je, ja, op zich, het moet wel kunnen, gewoon. Toen jij hing, dacht ik wel van, oké. Okay. We gaan, en als je eenmaal hangt, is het prima, ja. Maar als je met je voeten loslaat en naar achter hangen... Dat is het engste. Dat is echt ver uit. En zo zijn we weer. Lekker thuis, jongens. 25 graden. Oh, ja, ik loop alsnog in een trui, omdat ik het toch... Het voelt niet aan als 25 graden, maar misschien ook omdat de zon niet echt vol schijnt. Maar we horen wel lekker de vogeltjes hier fluiten in de tuin. Hoor eens even. Steeds meer begeer ze te horen. Heerlijk. Zo, en het gras ziet er goed uit, jongens. Oh, kijk eens even. Die maaier heeft echt heel goed zijn werk gedaan. En je ziet het ook. Ja, jongens. Echt de lente en zomer. De lente is er goed bezig, maar de zomer komt natuurlijk aan. Dus echt alle bladeren aan de bomen gaan weer komen. Het wordt steeds meer voller en voller. Dat is echt wel fijn om te zien. Zo lang op gewacht. Heerlijk.
Kijk, deze boom schiet al helemaal op. Hier gaan de bladeren echt al lekker groeien. Kijk eens. Zo, die zijn al goed, goed doorgekomen hoor hier. Oh. Zo, jongens, wij zitten weer in de auto. En we gaan een wachtrij in. We gaan namelijk eventjes... wat gaan we doen? Aardbei halen. Ja, aardbei halen. Ja. Het is bij de aardbei drive-in hier in Brabant. Ja. Deze alleen, zijn zo lekker, hè? Alleen de rij is blijkbaar echt fucking lang altijd. En dit is echt nog weinig, hè? Toen het voor het eerste jaar open was, ik maak geen grapje, werd je hier om het hele weiland gestuurd. Dit is nu de rij, inderdaad. Is nu. Maar dan kwam je helemaal om het weiland heen. We hebben toen 3,5 uur in de rij. Voor aardbeien, hè? 3,5 uur. En dan kom je daarachter, kom je weer uit. Hoe lang gaan we nu in de rij moeten staan dan? Nou, best lang. Is serieus? Ja. Voor aardbeien? Ja. En waarom is het zo'n hype eigenlijk? Er staan ook bordjes. Maar, oh, vanuit daar 10 minuten. Dus ik denk een half uurtje. Vanaf daar? Oké, okay, bij die auto's daar. Ja. Wat Oké, okay, dit is echt bizar. Nou, we zijn in ieder geval ook onderweg naar de ouders van Lin. Want de vader van Lin is jarig. Maar heb je 3,5 uur gewacht voor aardbeien? Ja, maar dat was toen het eerste jaar. Dus dat was toen helemaal een hype. En het was zo erg dat ook om de kilometer stond ook politie. Om te kijken dat iedereen zich wel gedroeg. Oké. Okay. Want het was gewoon een feest of zo, ja, bijna. Ja, muziek. Brabant, jongens. Ja. Brabant. Ja. Oh, nou, ik ben dus helemaal niet thuis erin. Ik dacht, ik kan dus alleen aardbeien bestellen. Ja, ik zei tegen Jill, wat ga je pakken? Ja, aardbeien. Ja, wat anders. Maar wat heb je nog meer dan? Je hebt een bossenbol met aardbeien erin. Een wafel met aardbeien. Verse aardbeien. Je hebt zelfs jam en zo wat je kan halen. Echt? IJs. Ja, je hebt echt heel veel. Wat? Oké, okay, nou, het is blijkbaar best wel uitgebreid dus allemaal. Ja, op zich wel een uitgebreid menu, maar wel alles is van aardbeien natuurlijk. Je kan hier geen frietje. Dit begon toch volgens mij 2 jaar geleden in corona. In coronatijd, inderdaad. Ja. Oké, okay, het is vanaf hier 35 minuten. En de rij staat tot daar en dit is allemaal weer achter ons links, achter ons gekomen. Het is echt populair. Ja, en de hype was al 3 jaar geleden, ja. Moet je nagaan. We rijden nu op het laatste stukje, jongens. En ik zal even de menukaart in beeld editen hier zo. Dit is dus wat je kan bestellen allemaal. Dus het zijn best wel leuke dingen die je allemaal kan bestellen. Smoothie bowl, smoothie, portie sushis. Waar ga jij voor? Ik ga denk ik voor de wafel met aardbeien gewoon. Ik ga voor... Ook al is de aardbeien in chocolade ook wel heel erg aardbeien lekker. Met slagroom. En we kunnen erbij gewoon die chocolade doen. Zullen we de aardbeien en chocolade doen? Ja, daarbij nog. Ja, laten we dat doen. Kijk, en dan ook melk echt... puur of wit? Melk. Kijk, daar zie je ook bij de rotonde, daar hebben ze gewoon aardbeien neergezet. Zie je? Die liggen daar gewoon bij de rotonde. Het is echt een groot ding. We zijn eindelijk bijna aan de beurt. Kijk hoe leuk het eruit ziet dit ook. Het is wel ook echt leuk vormgegeven, moet ik zeggen. Wat? Ik dacht dat de beest binnen zat. What the fuck? Oh, ik schrik me helemaal kapot. Oh, er zit hier een klein beestje inderdaad. Klein? In het echt? Is de camera lijkt ik schrok al. Ik dacht al, what the fuck? Wow. Krijg ik de hartverzakking? Hij komt er niet af. Doe de ruitwisser. Nee, hij zit er niet in. Nee, hij gaat eraf. Oh, ik sprong me helemaal dood. Hallo. Hi. Hi. Mogen wij de cadeauverpakking? Met alles maken? Ja. Even kijken, wat hebben we nog meer? Aardbeien met slagroom. Aardbeien met slagroom. En mag ik een halve wafel met aardbeien? Ook met slagroom? Ja, graag. Dankjewel. Top, dankjewel. Oh. Ik word uit automatisme doorrijden naar het tweede raam. Die is hier niet. Wow, dan ben ik zo gewend, zeg maar, bij de drive. Oké, okay, jongens. Ik ga jullie laten zien wat we hebben. Kijk eens aan. We hebben hier namelijk de bestelling. En haal het er maar uit. Kijk, we hebben ten eerste... Oh, wow. Dit is de wafel voor mij. Een halve, hè? Een halve, ja. Zo, dat is al best wel groot, inderdaad. Dan heb jij... Heb je aardbeien met slagroom. Zo lekker. En dan hebben we hier nog, die onderste. Ja, die zit nog dicht. Maar dit is een cadeauverpakking. Moet je voelen hoe zwaar die is. Ja, hier zit dus allemaal aardbeien in met allerlei smaak. Ja, misschien kunnen we even openmaken. Dan kunnen we even checken wat er allemaal in zit. Het is wel echt, echt heel leuk gedaan. Maar het is niet normaal dat je hier zo lang voor in de rij staat. We hebben bijna gewoon, ik denk, een uur in de rij gestaan. 40 minuten. Na 50. Oké, dit is dus wat er dan in die doos zit. Oh, kijk. Allemaal smaken. Geniet van deze aardbeien en chocolade. Ze zijn door ons getild en met de hand gedoppeld. Kei lekker. Liefst Jan en Brigitte. Nou, lekker toch? Ja, zeker. Leuk. Wat dan natuurlijk wel het voordeel is, is dus dat ze helemaal vers zijn. Proef je dat ook? Mm-hmm. Ja? Ja, ze zijn wel lekker. Zet ook lekker slagroom op. Ze zijn goed te doen. Goed te doen? Mm-hmm. Ja, ze zijn wel echt wel lekker. Ja. En we zijn in Meel. Meel, meel. Meel, meel. 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 Hallo. Hallo. Kijk eens hoe wild ze worden. Hallo. Nou, Lin, vertel, wat ga je doen? Wedstrijdje, maar ik ben wel een beetje met je bang. Broer, wedstrijdje atten. Wie hem wint? Oh. Oh. Oh.
oplikken. Lekker. Herkansing, ik wil een herkansing. Oké. Dit is uiteindelijk wie de Bob is. Ik ben de Bob. Oké, nieuwe ronde. Oh. Nee, dat is veel te veel. Druk mij in, kom maar. Veilig. Oké, het is 1-0 voor Max. Ja, ik ga dit echt niet winnen. Ja, je had net een grote mond, schat. Ja, maar van jou win ik het wel. Ja, maar ik kan nu wel niet eens schatten. Jij telt af. Oké, okay, ja? 3, 2, 1 en dan... Op go moeten jullie gaan. 3, 2, 1, go. Oh, oh. Oh. Max. Oeh. Nou, ja, Lim won deze wel hoor. Ja. Max heeft er nog wel in zitten. Lim won deze wel. Ik zei het ook, het ligt aan het glas. Hey. Wil je nog een keer? Of nee. Het staat nu 1-1. Voor de winnaar. We gaan voor de winnende. Ja, de broer en zusstrijd. Zonder prik, hè? Oké, zonder prik. Nee, ik zie genoeg koolzuur. 3, oh nee. Zijn jullie ready? Ja, je moet ook proosten. Ja, proosten. Ja. Dus 3, 2, 1, go. Nee, jij moet opnieuw. Oké, 3, 2, 1, go. Oei, oei. Oei. Ik zag hem niet. Ik zag hem niet. Gelijk, gelijk, gelijk. Ja. Gelijk klaar, ja, langs, ja, klaar. Wil je nog een keer? Nee. Jullie zijn echt zuipers, hoor. Nog één keer. Goh, jij jullie mij te laten. Welkom in Brabant, jongens. Dit is het moment van shinen. Ja, dat is leuk. Ik nog zo'n katheter met een blonde ren. Ja, zeg maar. Ja, nee, dat vind ik ook. Vooral mensen. Felix. Nee. Heidi. En wij zijn weer lekker hier thuis, jongens. Zo, gezellige avond gehad. Hoppa. Lin is al lekker het huis in. Ik was de Bob. Maar het was gezellig vanavond. Zo, jongens. Weten jullie dit rommelhoek nog? Of de rommelkamer? Het was ooit een mooie... Nou ja, mooi was het niet per se. Logeerkamer. Toen werd het echt een bizar rommelhoek. Maar de kast is natuurlijk eruit. Dus let op. Hey, kijk eens even. Ja, het is natuurlijk nog steeds een klein beetje rommel hier aan de zijkant. Maar het is tenminste weer allemaal een beetje netjes. Je kan weer normaal hier lopen. De nieuwe vloer zie je nu ook veel beter. En alles staat weer een beetje opgeschoven en aan de kant. Kijk, kunnen mensen daar gewoon fatsoenlijk slapen hier? Hey, dat is echt even een verschil. Hij zou natuurlijk nog veel mooier ingedeeld kunnen worden. Maar ja, dit is even tijdelijk. Even zodat alle rommel en alles gewoon weer een beetje netjes staat. En die, hey, ja, die staat er ook nog steeds. Maar dit is wel een verschil met wat het was. Ja, en dit was de vlog van vandaag, jongens en meiden. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Morgen om 6:30 komt er weer een nieuwe vlog online. En ik hoop jullie daar allemaal weer te zien. Volgende week gaat dus alles beginnen hier. Maar dat heb ik al een paar keer gezegd. Dus tot morgen en ik zeg later.